interview over de omega-3, want ik zit echt een hele poos hier te kijken wat nou echt voor is. Ik ken wel omega-3 visolie of zo. Ja. En de D3, dat is een beetje voor wat veel mensen als supplement hebben voor de winter. Vitamine D. Ja. Ja, dus normaal haal je dat uit de zon. Ja. Neemt je huid dat op, alleen 's winters niet. En ik zie ook staan dat het hier voor sporters is. En dat kan ik nog niet helemaal thuis brengen. Waarom heb je dat dan weer nodig? Weet ik niet. Fish oil, gelatine, glycerine, purified water en cholecalciferol. Ik ben wel blij dat het erbij staat. A food supplement doesn't be used as a substitute for varied balanced diet. Is nooit. Nee, dat is nooit. Maar het is als je te weinig, omdat er in de winter te weinig mensen te weinig zon hebben. Nou ja, dat is zeker voor mensen die weer wat ouder zijn of zo. Het wordt geadviseerd voor mensen, senioren zeg maar, Nou ja, om oké. Okay. vitamine D3 in de winter te gebruiken. Oké. Okay. En die visolie, dat is wel, zeg maar, die omega. Ja, dat zit ook Dat is wel voor ook iedereen. in de margarine en noem maar op. Ja. En in zalm en in olijfolie en weet ik wat niet allemaal. Ja, en ik heb veel reviews gelezen. Mensen zeggen het is een heel handige vorm, dus. Oh. Oh, ze zijn wel wild. Het vis, hè, springt. Springvis. Dus, dit zijn ze. Dus dan heb je die ook gezien.